een communistische partij die een wereld zal jullie aanbieden waarin jullie een kans zullen krijgen om niet gewoon te kunnen leven, maar te kunnen overleven, maar wel te kunnen leven. En, ja, maar. Ja, maar voordat we echt beginnen, moeten jullie weten dat communisme niet altijd als in China of in Rusland is. We willen geen dictatuur, we willen geen gulag, maar we zullen jullie ons programma echt voorstellen. En we beginnen met het milieu, met de student Amandine. Dus het milieu is heel belangrijk voor onze partij. En dus we willen kernenergie voor hernieuwbare energie vermijden. En we willen broeikasgassen en pollutie te verminderen. En voor onze natuur willen we meer groen ruimte, meer bossen en meer groen voor de creatie hebben. Ten tweede, de jongeren, de Pamela en Stefanie. Ja. Dus we willen meer sportclubs en cultuur voor jongeren met problemen in samenleving. Jongeren die problemen hebben, is het meestal door verantwoordelijk van hun ouders of hun karakter. En de oplossingen zijn de jongeren in een jasgezin of in een jong boerzin gezet. En ook meer activiteiten van het fout. Voilà. En nu de, het werk door, door Denis en Maria en Marie. Goedemiddag. Dus ten eerste, onze eerste voorstellen is gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ten eerste wat het loon betreft. En geen discriminatie worden die posities. En ook we hebben een andere idee. Het is voor de vrouwen tijdens de